En dan kunnen er misschien nog wat vragen vanuit de pers worden gesteld. En dan denk ik dat we het moment van de ondertekening voldoende gemarkeerd hebben. Zijn jullie het daarmee eens met die functie? Nou, met een kleine aanvulling erop. Ja. Peter en ik hebben samen overleg gehad en we hebben gezegd dat wij vinden dat de woordvoering geheel aan de zijde van de huurdersadviesraden is, van de huurdersvereniging is. Dus wij onderstrepen dat uiteraard, maar we vinden dat een mooi gebaar. Oké, nou dan. We hebben hier 5 exemplaren liggen. Ik stel voor dat we even een treintje maken, dat we allemaal 1 exemplaar ondertekenen en het doorschuiven naar de volgende. En dan hebben we straks 5 ondertekende exemplaren. En dan heeft iedereen meteen een exemplaar wat hij of zij mee kan nemen naar de organisatie. En dan gaan we daarna toelichten wat we precies hebben ondertekend. Ik schuif hem die kant op. Peter, als jij hem geeft, dan schuif ik dit in remmen. Ja, we zullen even stil. Mevrouw Beumer, wat is nou eigenlijk het belang van die ondertekening van die prestatieovereenkomst? Dat is enorm belangrijk, omdat je met 3 partijen zeg maar afspraken maakt voor de toekomst. En dat kan je, de afspraken die wij, de opgaven die we te doen hebben, dat kan je ook niet anders dan dat je met 3 partijen aan tafel gaat zitten. Het gaat om de huurders, het gaat om Almelo, dus daar heb je de gemeente voor nodig. Je hebt daar de huurders voor nodig, je hebt er de corporaties voor nodig. Dus het is echt een belangrijk onderwerp. En het is eigenlijk heb je allemaal een puzzelstukje, maar doordat je het bij elkaar doet, doordat je het gezamenlijk doet, ben je ook gezamenlijk aan het werk. En dat is juist zo belangrijk. Komen er resultaten uit te voorschijn? Sorry? Nu komen er resultaten uit te voorschijn. Ja, absoluut. Normaal doe je dat als individu, zeg maar, als corporatie of als gemeente. En dat is maar de vraag of dat ook wel het juiste resultaat is. In gezamenlijkheid bereik je altijd meer. Ja. Zeg, zijn er bij de Tukkertstraat en de Tubantiastraat zijn er nieuwe huizen klaargekomen. Is daar geen feestje? We zijn ontzettend trots op de realisatie van de Jozefbuurt. Voor Sint-Jozef zijn het een gering aantal woningen. En wij bestaan volgend jaar 100 jaar. En dat is voor ons eigenlijk de aanleiding om een mooi feest te geven. Dus wij vonden dat dit wel een beetje, dat we zeiden van nou, dan hoeft het niet helemaal nu. Nou, volgend jaar groot feest bij Sint-Jozef. Wel een bescheiden feest. We vinden het een groot feest, maar wij zijn wel maatschappelijk. Het is wel maatschappelijk geld. Dus we zullen niet al te ruimhartig gaan feesten. Dankjewel.